Op speeldag 30 in de Jupiler Pro League trok Racing Genk zonder Vossen, Chimanga en Highland naar Bergen. De heenwedstrijd eindigde op 5-1 en de thuisploeg had het resultaat nog fris in het achterhoofd, want Bergen nam meteen initiatief met een bedrijvige chatel in de hoofdrol. Genk kwam eerst nog goed weg toen Sapina de Lat trof, maar enkele ogenblikken later moest ze toch plooien. Een dubieuze strafschop werd door arbitman beheerst omgezet. Bergen op rozen, Genk besefte dat het niveau omhoog moest met de rust in zicht. Uiteindelijk duurde het tot minuut 56 voor Gorius een strafschop benutten na een trekfout van Sapina. De Genkse motor leek aangeslagen en via Cumorgi en de ingevallen Ojo telde het de thuisploeg uit. De Keulaar zette met twee doelpunten de kers op de taart, voor Bergen kreeg Francaar nog een rode kaart. Maandag kennen we het speelschema van de play-offs. Daarin start Genk als derde met vier punten achterstand op Zulte Waregem en vijf op Anderlecht. Bergen-Genk 1-5.